Het eerste schooljaar van Jonge Garde is voorbij. En iedereen heeft het gehaald. Maar dit ging niet vanzelf. Ik heb een probleem. Levi en Sophie hielden iets achter. Als de school erachter komt, dan wordt ze gewoon naar huis gestuurd. Tuurlijk is mijn gerecht niet te eten. Als ik dit nu moet gaan beoordelen, dan zou het een onvoldoende zijn. Caroline was bijna vertrokken. Ik ga niet ergens blijven waar ik het niet leuk vind. Je moet hier blijven, we moeten elkaar steunen, kom op. Twee keer. Wat ga jij doen? Ik hoor je blijkbaar toch niet thuis. Maar er zijn toch nog genoeg redenen om te blijven? Je hebt mij, je hebt Levi. Thomas bakte er af en toe niets van. Ja, Thomas in de buurt gaat er altijd wat mis. Oh, sorry. Ik zou het toch anders doen. Ik word gastheer. Dat zal me wel lukken. Ja, als ik niet onhandig word. Of dat ik me vuil maak. En ook Aram zette zijn beste beentje voor. Ja, mijn vader is de beste. Dus dan ben ik ook de beste. En hoe komt dat, Aram? Oké, ik oefen. Maar ik heb echt wel talent, hoor. De school eist veel van zijn studenten. Het is echt zo zenuwslopend. Het is gewoon een hele examendag. Het tempo bijhouden was niet altijd even makkelijk. Gekarameliseerde, weet ik veel, met een chique saus of zo. Het was een jaar vol verhitte gesprekken. Je hebt heel, heel mijn toekomst verpest. Kap ermee. Wat doe je nou? Kap toch? Ik dacht dat wij vrienden waren. En nu is nog eens mijn schuld ook. Jij kunt gewoon niet koken. Schokkende bekentenissen. Ik kan ook gewoon niet koken. Ik wil heel graag leren koken, maar ik kan het nu nog niet. Rare geheim is veilig bij mij. We zijn vrienden en vrienden helpen elkaar. En verrassende onthullingen. Van wie is die kaart? Die kaart was van mij. Dat had ik ook nooit, maar dat had ik nooit verwacht. Dat Levi mij ook leuk vindt. Ik kan me niet voorstellen dat ik jouw toelatingsrecht heb gemaakt. Een student onterecht op mijn instituut? Eén onvoldoende, jonge dame. En het is voorbij. Ik kan het gewoon niet geloven. Ik krijg gewoon een tweede kans. Met hard werken. Sophie is echt heel gedreven. Ze wil echt super graag leren koken. Een vleugje teamwork. Wij offeren ons gewoon op als gastheer en gastvrouw. En een gedeelde droom. Passie voor koken en gerechten. Sloegen de studenten zich door het eerste schooljaar heen. Ze vonden mijn eten geweldig. Yes! Een voldoende op mijn eigen gerecht. Ik ben eigenlijk best wel een beetje trots. Ik heb toch maar besloten om te blijven. Ik heb misschien maar geen familie hier, maar ik heb wel super toffe vrienden om me heen. Dit was seizoen 1. Benieuwd naar seizoen 2? Kijk dan vanaf 7 november elke maandag tot en met donderdag om 4:30 naar Disney Channel.